Verbieden van Koranverbrandingen gaat een stap te ver, volgens de heer Van Dijk, zou ik willen zeggen via de voorzitter. Um, wat als het gaat om een Bijbel of als het gaat om andere uitingen die beledigend zijn richting het christendom, of dat nou in Nederland is of bijvoorbeeld in andere landen, hè? noem islamitische of andere soort landen. Klopt het dan dat, de heer, dat we de heer Van Dijk niet zullen horen meer omdat hij denkt dit valt onder de vrijheid van meningsuiting? Even voor alle helderheid. Uh, u citeert mij maar niet volledig het verbieden van Koranverbrandingen vanwege de heftige reacties. Dat verwerp ik inderdaad, omdat je daarmee dreiging beloont. Uh, dan, ik begrijp uw vraag. Hoe zit het dan met de Ik begrijp daarbij? de vraag van de heer El Bassi. Ik, sorry, ik begrijp de vraag van El uh, um, El weet, weet u, uh, meneer, uh, zeg ik via voor de voorzitter tegen de heer El Bassi, als het gaat over beledigingen uh, aan het adres van christen en het christelijk geloof, ja, daar hebben we al decennia mee te maken. Uh, soms ook gewoon wijs om even de andere kant op te kijken. En, uh, zeker als het over één mens uh, protesten gaat, zou ik zeggen. Uh, daarnaast, ja, die eerlijkheid wil ik ook betrachten. Um, het gaat mij te ver inhoudelijk en historisch om de Bijbel en de Koran uh, in die zin gewoon over één kant te scheren met alle andere uh, religieuze boeken. Uh, ten derde, uh, we hebben het hier over Koranverbrandingen. Ik hoop van harte dat het verbranden van Bijbels uh, niet aan de orde zal zijn uh, en dat ook dan het wettelijk instrumentarium uh, genoeg is. Om daartegen te kunnen optreden, Voorzitter, uh, dit is precies waar ik, maar ook heel veel moslims, enorm veel last van hebben. He? We hebben het één niet over Koranverbrandingen, we hebben het over religieuze voorschriften. De motie die ik heb ingediend, die ging niet alleen over Koranverbrandingen, die ging over religieuze voorschriften, dus ook een Bijbel. Als morgen iemand een Bijbel in de fik steekt, dan zullen wij als Partij Denk hier weer bij de microfoon staan om daar wat van te zeggen. En mijn vraag is: heb ik dan de heer Van Dijk ook aan mijn zijde op het moment dat het gaat om een Bijbel? Zo, zo makkelijk is de vraag. De heer Elbassi zegt: heeft hij mij aan zijn kant aan het straat over de Bijbel? Ja, dat vermoed ik uh, wel, inderdaad. Uh, maar nogmaals, ook daarvoor geldt, dat is mijn betoog. En uh, ik, wat ik eerder zei: de heer El-Bassi heeft een debat vandaag aangevraagd met als strekking koranverbrandingen. En daar spits. Uh, dat is wel waar, dat is na te lezen in de handelingen, daar spits ik mij op toe. Ik denk dat er zeker een veel breder debat is. Daar gaf mijn VVD-collega al een voorzet voor. Dat gaat nog komen. Dus ik wil eigenlijk ook niet heel te veel ingaan nu op allerlei aanpalende terreinen. Uh, want dat overstijgt het bestek van dit debat. Voorzitter, dank. Um, het, de, de titel die verwijst naar het krantartikel waar we het over hadden. Maar de strekking, dat is iets anders dan het artikel waarnaar verwezen wordt. Die was religieuze geschriften breed. En ik merk juist hier weer precies die dubbele maat. Precies die dubbele maat waarbij de heer Van Dijk zegt... ...bij de Koran vind ik het kunnen. Hè? We vinden dat een verbod niet nodig is. Maar als het gaat om een Bijbel, uh, nou goed, dat is een ander debat. En dan... Kan het mogelijk niet? En dan sta ik wel aan zijn zijde. Dit is precies die dubbele maat, en dat moet gewoon een keer ophouden in dit huis. De heer Elbassi rond mijn betook wel erg naar beneden af. Ik ben vrij uitdrukkelijk mee begonnen om ook gewoon mijn, mijn afkeer uit te spreken over het verbranden van boeken, ook religieuze boeken, vlaggen, etc. En mijn stelling is dat voor ons nog in ieder geval het wettelijke instantarium genoeg is. Uh, willen we meer, daar ga ik straks nog iets meer over zeggen, uh, dan is dat vooral voeren voor een uh, volgend breder debat. Ik ga daarop door. Zonder censuur toe te passen op de inhoud, zou het ons wel de vraag kunnen stellen of iedere uiting van de vrije mening gerechtvaardigd moet zijn in het publieke debat. Of nu gaat het om het verbranden van boeken of vlaggen of om het blokkeren van snelwegen, zijn er geen grenzen aan de middelen die je mag inzetten om je mening te uiten? Ziet de minister het verbranden van spullen als een geëigende wijze van meningsuiting en demonstratie? Voorzitter, gelet op het voorgaan zal duidelijk zijn dat de SGP geen reden ziet voor een lex specialis om het verbranden van een Koran strafbaar te stellen. En ik wil hierbij ook niet verzwijgen dat ik als christen politicus. De Koran bepaalt niet als een heilig boek, beschouw. Is de minister het met SGP eens dat vrees voor een tegendemonstratie onvoldoende grond is om de vrijheid van meningsuiting in te perken? En hoe wordt voorkomen dat tegendemonstraties die erop gericht zijn de verbranding te beletten, uit de hand lopen en ontaarden in rellen? Dank u wel.